Goedenavond allemaal. Mensen thuis, hartelijk welkom. Mensen op de tribune, welkom. En de commissieleden ook welkom. Met name Gerdinand Nijhuis, die vanavond voor de eerste keer als plaatsvervangend commissielid aanwezig is. En ik, hiermee is de vergadering geopend, want er zijn geen insprekers. En ik geef voor de korte mededeling de griffier het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, even volgende stap op weg naar een verbetering van de techniek hier. U had al gezien de vorige keren dat er van die kaartlezers, van die gleuven in de tafel zijn gefreesd. Daar kon u nog niks mee, nu wel. Er zit nu een pasje in. En als, je moet het erin laten zitten, die zijn ook ingezet door de griffie. De bedoeling is dat als u nu het woord voert, nu, dat u op één knop drukt en dan verschijnt uw naam in beeld. Er hoeft verder niks aan te doen. Het punt is wel even dat als u wisselt van woordvoerder tijdens deze vergadering, of van welke vergadering ook, dan moet diegene dan even een pasje ophalen in de hoek waar de techniek in de bode zit. En dan moet diegene dan even het kaartje in de gleuf stoppen. En dan gaat het allemaal. Dus dat is het punt. Dus weer een stukje vooruitgang. Er is ook een overzichtskamer geïnstalleerd. Die staat, zit hier achter schuin. Nog niet helemaal een goede lens. Maar het is zo bedoeld dat als er even niet vergaderd wordt, dat dan die overzichtskamer automatisch aangaat. Dus dat er niet constant het beeld van de voorzitter blijft hangen, maar dat hij de fraaie deur ziet. En dan ziet hij van wie hier allemaal binnenkomt en weggaat enzovoort. Dus dat is een soort pauzebeeld, zou ik maar zeggen. Dat is nu ook paraat. Als het goed is, werkt alles stroom. Dus dan kunt u ook even controleren op uw plek of u iets wil opladen enzovoort, of er stroom op zit. En dan moet het verder allemaal goed functioneren. En als het niet zo is, dan horen we dat wel. Is dat even bij wijze van mededeling? Mogen we u nog iets vragen? Ja. Want u had het over dat pauzebeeld. Maar we kunnen natuurlijk een geweldig commercialtje laten maken van een dartelhert ergens in het bos of zo, wat we iedere keer vertonen. Ja, dat lijkt me een goed idee. Maar ik ben niet technisch genoeg om te zeggen dat zomaar kan. Maar in ieder geval, dit is er in ieder geval. Dus we kunnen andere mogelijkheden. U bedoelt verder geen reclameuiting en dat soort dingen. Van deze vergadering wordt u aangeboden door enzovoort. Dat doen we dan niet. Misschien de volgende periode. Ik ken dat pauzebeeld van, zal ik maar zeggen, als er ergens de televisieuitzending onderbroken wordt. En dat vind ik een bijzonder ergerlijke gebeurtenis. En dat zou ik van dat beeld van die trap ook steeds vinden. Ja, alleen het feit is dat u dan zelf voor reuring zorgt door heen en weer te gaan lopen en zo. Dat kan natuurlijk altijd. We kunnen ook de temperatuur binnen en buiten in beeld brengen, hè? Dat zie je soms ook op tv. Goed, mensen, we gaan nu serieus aan de slag met agenda punt 2, vaststelling agenda en inventarisatie rondvraagpunten. De agenda, heeft daar iemand opmerkingen over? Niemand? Wenst er nog iemand iets te zeggen bij de rondvraag? Ook niemand. Dan gaan we over naar agenda punt 4. Vaststelling afsprakenlijst raadscommissie 18 februari. Er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen. Nu ook niet. Dan is het bij deze vastgesteld. En dan gaan we over naar agenda punt 5. Uitvoering fase 3. Vennootschapsbelasting per 1 januari 2016. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Van der Mooren. De uitleg van de griffier klopt, dank u. Voorzitter, wij hebben bij dit stuk wat vragen. Wij beheersen ons wat de politieke inbreng betreft en we zijn technisch bezig. Bijna een jaar geleden hebben we met elkaar gesproken over de gevolgen van de komende vennootschapsverplichting voor overheidsondernemingen en dan met name natuurlijk de gevolgen voor Ommen. En toen is aangegeven met welke kosten om het te maken zou kunnen krijgen. En let wel, we praten dan over 2015. We hebben de volgende twee vragen. Hoe zit het eigenlijk met de toezegging dat de raad geïnformeerd zal worden na de eerste fase van inventarisatie? We zitten nu in inventarisatie 3. Zien wij iets over het hoofd? Wanneer is die informatie geweest? Wij herinneren ons alleen maar dat we tot twee keer toe, en dat is dan een gedegen informatievoorziening geweest, twee keer informatie is gegeven. In de inleiding van het stuk dat nu voor ligt is sprake van een inventarisatierapportage. En via het raadsinformatiesysteem hebben we ook nog geprobeerd om te achterhalen
wanneer en waar we dan iets gemist zouden hebben, maar we konden niet wat vinden. En onze vraag is, niet alleen aan het college, maar ook misschien wel aan de mede-commissieleden, wie helpt ons verder? En dan de tweede vraag. Als in 2015 al voorzienbaar is dat volgende fases geld gaan kosten, waarom is er dan niet een bedrag begroot? Wij hebben nog eens nagegaan wat er in de begroting 2016 is opgenomen en dan worden de inhoudelijke effecten, de vermoedelijke effecten, wel meegenomen. Dat is dan die 45.000 structureel. Maar waarom dan nog apart 40.000 euro voor onderzoekskosten? Waarom dat niet tegelijk? Dat zijn onze twee vragen. Ik dank u, voorzitter. Heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in beeld. Ja, we hebben eigenlijk een soortgelijke vraag als de heer Van der Mooren. Wij zien de invoering van de vennootschapsbelasting toch als een project met een duidelijk begin en een duidelijk eindpunt. En bij een goed projectplan daar horen ook beslispunten. Daar hoort een stukje informatievoorziening bij. En bij dit project hoort natuurlijk ook een duidelijke kostenstructuur, zeker dekking. En wij zijn wat dat betreft even de draad kwijt. Dus ik kan meneer Van der Mooren niet helpen, maar misschien dat de volgende collega het wel kan helpen. Wij overzien het op dit moment niet en we zouden graag duidelijkheid hebben waar staan we en wat komt er nog op ons af. En nog los van de politieke keuzes die hierin gemaakt kunnen worden. Dank u wel, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Nee, antwoord op die vraag heb ik ook niet. Dus die kan ik mede in ieder geval worden. Ja, de vragen zijn eigenlijk ook al in een wat andere formulering gesteld, inderdaad. 40.000 euro ten behoeve van inhuur. De expertise is wel aanwezig, alleen de tijd ontbreekt, als ik het zo even kort samenvat. Nou, de vraag is dan hoe dat nou komt, want het is natuurlijk al heel lang bekend. Het moet nu blijkbaar in een hele kort tijdsbestek worden uitgevoerd. Nou, vanwaar dat inderdaad dat tijdsgebrek. Dat was het eigenlijk. Dank u wel. Mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. Nee, ik weet het ook niet. Dus ja, misschien verderop, maar ik weet het niet. Want dat was ook wel mijn vraag, want we hebben natuurlijk wel die bijeenkomst gehad, maar daarna is het stil. En ik heb het boekwerk er nog eens bijgepakt. Ik heb nog eens eventjes wat ook nog toegestuurd is gekregen, ook nog bijgepakt. Maar verder weet ik het ook niet. Er staat in het stuk ergens dat de inhuur van derden nodig is omdat de formatie ontoereikend is. Of, en dat is dan misschien mijn gevoel daarin, is men hierin onvoldoende geschoold. Of is een combinatie hiervan? Daarin was het stuk niet helemaal helder. Dan staat er ook verder in het stuk, het gaat over het bedrag van 40.000 euro... Dat staat, ene keer staat het ten laste van het begrotingsresultaat 2016 of ten laste van het begrotingstekort 2016. Ik zou hier graag wat helderheid over willen hebben. Mijn vraag is dan ook, die 40.000 euro, zijn we daarmee rond? Was het er voorzien geweest? Nou, dat is aan de linkerkant van mij ook al gevraagd van, is het ergens opgenomen? Ik ben hierin het spoor ook bijster. En vooral ook komt dan mijn laatste vraag, is hier dan het project mee afgerond of komen er nog extra kosten? Graag een reactie hierop, dank u wel. De heer De Vries, Robles. Nee, die weet het wel, maar die zegt het dan niet. Of hij weet het ook niet. Ik denk dat laatste. Maar ik wil graag ook even aansluiten bij wat vorige collega's gezegd hebben. Kijk, we hebben hier te maken met een project. We hebben een eerste fase voor onze kiezer gekregen, waar we toen als raad grote bezwaren hadden tegen de hoge kosten. Die waren, meen ik, 25.000 euro. Vervolgens is er een tweede fase, daar hebben we eigenlijk volgens mij niet van gerapporteerd gekregen wat dat gekost heeft. En nu krijgen we een derde fase, 40.000 euro. Ja, ik weet niet hoe u over projecten beslist, maar ik beslis graag over projecten wetende dat er een tussenrapportage is waar iets gemeld is over wat de zwaarte van de problematiek is. Dus ik betreur het, en ik denk dat mijn andere collega's dat ook vinden, dat er wel degelijk dus een... Ja, rapportage geweest is, want er wordt gesproken, er is iets tussenresultaat om over te gaan naar fase 3. Maar wij hebben daar
nog bestuurlijk enig informatie over gekregen, nog wat dieper inhoudelijk van waar gaat het nou feitelijk over. En dan denk ik bij mezelf, dat vind ik zelf een gemiste kans. Want waar besluiten we nu eigenlijk toe en hadden we ook andere keuzes? En dan nog even een rekensommetje. U weet, ik ben van de cijfertjes, maar we hebben dus al 25.000 euro uitgegeven in het voortraject. We gaan nu nog 40.000 euro uitgeven voor fase 3. Wat fase 2 gekost heeft, laten we even in het midden. Maar het zal ongetwijfeld zijn dat dit de kosten voor de gemeente Ommen zijn. Maar de gemeente Hardenberg heeft minstens dezelfde kosten. En gezien de omvang van de gemeente denk ik nog iets meer. Als ik die kosten totaliseer, kom ik toch op een slordige 150.000 euro. En hadden we daar nou niet gewoon een extra ambtenaar met goede kennis voor kunnen aannemen in de BOH? Want een beetje taxerend en de kosten van dit soort fiscalisten kennend, is 40.000 euro niet eens voldoende voor 40 dagen werk. En volgens mij als je 150.000 euro uitgegeven had aan een tijdelijke fiscalist, dan had je een jaar werk kunnen krijgen, zal maar zeggen, in hoeveelheden. Dus mijn vraag is dan toch wel van, wij hebben aan het begin van het traject echt iets gezegd over de hoogte van die kosten. En ik krijg nog steeds het gevoel dat we eigenlijk niet een echt efficiënte afweging gemaakt hebben. Daar waar u het woord betreuren hebt gebruikt, dat is politiek oordeel, maar dat terzijde. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hebben geen andere vragen dan de vragen die al gesteld zijn. En we geven daarom heel graag, omdat we benieuwd zijn naar de beantwoording, heel graag het stokje door aan de volgende fractie. Dank u. Voorzitter, voor ons geldt hetzelfde. We hebben helaas het antwoord niet en dezelfde soort vragen. Het woord is aan wethouder Schelen. Ja, dank u wel. Ik denk dat er drie componenten spelen. Eén van wat zijn nou die precieze kosten? Hè? Wat maken we nou, wat is nodig om dit goed boven tafel te krijgen? Twee, wat zijn dan de structurele kosten die te maken hebben met die VPB? En waar gaat Ommen in de toekomst last van krijgen? En drie, hoe hebben we dit geregeld als project? Hè? En wat doen we intern en wat doen we extern? En dat zijn eigenlijk de drie componenten die, waar u alle drie wel mee zit. Laten we beginnen met twee. Wat is hier de structurele last die Ommen kan verwachten? Dat is precies het onderdeel van onderzoek en de inzet is erop gericht om die structurele last zoveel als mogelijk naar nul terug te brengen. En dat is van meet af aan eigenlijk de inzet geweest. Eigenlijk is het sneugeld, hè, want alles wat we doen om dit uit te zoeken, en het is inderdaad zwaar fiscaal werk, is eigenlijk een beetje zonder geld, maar ja, je moet het even eenmalig doen om te voorkomen dat je structureel een zwaar bedrag gaat doen. We hebben dat tentatief berekend, wat dat structureel betekent, en dat is inderdaad in de begroting opgenomen voor 45.000 euro. We moeten zorgen dat we dat als het ware doen realiseren. Vervolgens hebben we natuurlijk gezegd van oké, hoe krijgen we dit nu goed op tafel? En daar moeten we dus wat incidentele kosten op doen. En laten we dat in project dan in drieën knippen. Een eerste fase waarbij een eerste verkenning is, een tweede fase waarbij een inventarisatie is en de derde fase. En die derde fase is in feite het afhechten en het ook maken van een openingsbalans. En wat we nu intern zien, en ik snap als ik het stuk ook even op me laat inwerken, dat u ook wel in die verwarring bent, dat wij onvoldoende helder hebben weergegeven. Wat we doen is de externe kosten verder terugbedringen en ook aan de externe PwC ook nadrukkelijk steeds aangeven van goh, welke extra kosten zou je eventueel nog moeten nodig hebben om ons te helpen. De 40.000 euro waar hier sprake van is, dat zijn exclusief kosten die voor Ommen intern gemaakt moeten worden om die openingsbalans tijdig voor elkaar te krijgen. En ja, dat is een post alleen voor Ommen. Terecht is gezegd, Hardenberg ziet er ook mee, de BOH ziet er ook mee. Dat klopt, en daar hebben we het eerder ook over gehad. Hoe werkt dat? Interne kosten gaat langs de lijn van de 75-25 verdeling. Dat hebben we zo afgesproken, dat gaat ook zo. Externe kosten, dat gaat gewoon voor rekening van de gemeente die het betreft. Dus dat gaat niet langs die lijn. Ik ga niet alle cijfertjes nu even rustig op een rij zetten voor u. Dat gaat veel te veel tijd kosten. Eerlijk gezegd, toen ik het stuk al een beetje op liet inwerken deze week, had ik al het vermoeden dat dit wel eens een informatielek zou kunnen zijn bij u.
Dus ik heb intern ook al gezegd van ik wil de vraag beantwoord zien. Wat gaat er mis als we dit gewoon eens een maand uitstellen? En de raad in de gelegenheid geven om gewoon alles een keer goed op rij te krijgen. Eerste fase, tweede fase, externe kosten, interne kosten en de noodzaak voor deze 40.000. Ik heb u goed gehoord, het is ook raadsbreed. Dus wat mij betreft ga ik dat dan ook zo doen. U krijgt van mij dus een compleet overzicht van kosten. In de eerste fase, tweede fase. En dus vooral, en houdt u dat even vast, wij moeten dus die openingsbalans per 1 januari goed hebben. En daar hebben we wat interne kosten bij nodig, dat is die 40.000. Daarmee kom ik op het punt van de heer De Vries Lobles. Je kunt inderdaad overwegen om dat extern te doen, je kunt overwegen om intern een fiscalist in te huren. Dat is altijd de ingewikkelde afweging. In dit geval is het hoogst specialistisch en het is ook eenmalig. Hè, want dit is een belastingproblematiek die vanuit Europa op ons afgekomen is. Ja, moet je daar een structurele post voor in huur realiseren of niet? Dat is niet wat u zegt, hè, maar... Kijk, op het moment dat je zegt van, dit is hoogwaardige expertise, die kunnen we eenmalig invliegen en that's it. Hè, dan hebben we die openingsbalans en voor de rest gaan we het doen. Dan gaan we het zo doen. Ja, we moeten gewoon vaststellen dat wij qua fiscale expertise binnen de BOH, we hebben gelukkig expertise, maar het is toch te dun om deze exercitie gewoon mee te nemen. Dat is de overweging om dit eenmalig zo te doen. Nou, nogmaals, ik hoop dat u dat even in overweging wil nemen. Ik zorg voor dat overzicht zoals door u gevraagd. En dan komen we over een maand bij u terug met een complete rapportage. Als u daarmee instemt, dan wordt het half april. En dan komt het onderwerp opnieuw aan de orde. Ik zie vingers. Toch een tweede ronde? Ja? Mevrouw Schunselaar. Ja, u zegt over een maand komt het terug. Komt het dan terug in de commissie? Oké. Okay. Wacht ik dat even af. De heer De Vries. Ik wou nog even de opmerking maken dat ik beslist niet bedoeld heb met mijn interventie en opmerking daarnet om het project uit te stellen. Wat ik alleen gezegd had, we hadden misschien aan het begin iets beter kunnen delibereren. Want voor een bedrag wat we nu besteed hebben, hadden we best... een technicus die wel van de materie goed op de hoogte is, een jaar in dienst kunnen hebben en vervolgens ook nog gebruik maken dat hij kennis overdraagt ondertussen. Ik ben er echt stellig van overtuigd dat je voor 150.000 euro wel een fatsoenlijke fiscalist had kunnen krijgen met kennis van VPB. Die mensen lopen er echt wel in de buitenwereld rond. Als laatste zou ik nog even de opmerking, ergens in de tekst staat namelijk dat er ook nog overleg met de Belastingdienst gevoerd gaat worden. Dat lijkt me een hele goeie. Maar dan zou ik u de overweging willen meegeven om dan gelijk de koepelvrijstelling nog een keer voor de BOH aan de orde te stellen. Dat kan volgens mij in gesprek. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wat ons betreft prima als het maar niet zo is dat een maand vertraging leidt tot het mislukken van het project. Hè. Dus het project moet het wel kunnen leiden, anders dan is het niet zo heel erg verstandig wat we nu aan het besluiten zijn. En ten tweede, u gaf aan dat u dit al wel een beetje zag aankomen, wel verwachten. Dan vind ik het eerlijk gezegd een beetje raar, misschien dat u daar een reactie op kunt geven, dat dit dan toch geagendeerd is, niet is teruggehaald en dat we eerst de vragen die u al verwachtte met elkaar moeten behandelen om vervolgens te zeggen van we doen het nog een keertje over en over een maand komen we terug met het complete plaatje. Dat is eigenlijk een beetje jammer. Dank u wel. De heer Van der Mooren. Dank u voorzitter. Wethouder, dank voor de beantwoording. Maar één vraag van mij, van ons, is niet beantwoord. Ik heb, pak er even twee termen uit die de wethouder gebruikt in zijn reactie. Die had het over verwarring bij ons en over informatielek. En dat zijn toch wel wat verhullende antwoorden. Mijn vraag was namelijk hoe het zit met de toezegging dat de raad geïnformeerd zal worden na de eerste fase van de inventarisatie. Vervolgens heeft de wethouder geantwoord over de inhoud, maar niet over het proces als zodanig. En wat ik gewoon wil horen, dat wij inderdaad die inventarisatie niet gemist hebben, maar dat die gewoon niet geweest is. En dan vind ik het wat ver gaan, omdat de verwarring bij ons te noemen dan wel een informatielek bij ons. Ik denk dat de informatielek op een andere plek zit. Graag een reactie. Het woord is aan wethouder Schelen. Ja, voorzitter. Laat ik beginnen met de heer Van der Mooren. De
Informatievoorziening hebben we in twee manieren gedaan. De eerste is natuurlijk bij de voorbereiding hebben we zeg maar hierover in commissieverband gesproken. We hebben ook in de informatiesessie rekeningcommissie hebben we ook expert van PwC hier gehad. Het klopt dat u nog niet bent geïnformeerd over de inventarisatie, de uitkomsten van de inventarisatie. Het punt daarbij is dat die inventarisatie op één onderdeel, namelijk van de Grekse, nog moet worden vervolmaakt. En dat is voor mij ook reden om zeg maar te zeggen, ook intern, van laten we dit punt nog eens een keer goed op een rij krijgen. Dus u heeft gelijk dat zeg maar, qua informatievoorziening u nog niet helemaal zeg maar, op de hoogte bent gebracht. En dat ligt aan ons. Tweede punt, dat is wat de heer Middelkamp aan de orde stelde. Het punt van het gesprek wat ik heb gevoerd met in het portefeuilleoverleg deze week aan de hand van het stuk werd mij duidelijk dat de bijlage die ik erbij verwacht had, namelijk de inventarisatie tweede fase, zeg maar, ontbrak. Ik begreep ook waarom, omdat hij dan helemaal klaar was. Toen was mijn vraag natuurlijk van, goh, maar waarom vragen we dit dan aan de raad? Ja, dat is een duidelijke zaak. Wij moeten die beginbalans per 1 januari natuurlijk wel op orde hebben. Dat is de interne zaak. Dus dat was even de overweging voor de organisatie. Zeg van, ja, goh, we hebben toch behoefte om dit te doen. Ik zeg van, ja, maar ik kan me wel voorstellen dat een raad gewoon zeg maar in de breedte geïnformeerd wil worden over die resultaten om juist die afweging te kunnen maken. Dat was in feite wat deze week gebeurde. Maar wat mij betreft geen enkel probleem om dus over een maand die volwaardige rapportage aan u te verstrekken. Ten slotte, de heer De Vries Loopless. Ik snap uw punt van de externe en interne, de inhuur. We moeten wel vaststellen dat dit zeer hoogwaardige expertise is waar mensen in bureaus zich meer senang voelen dan in een ambtelijke organisatie. Zelfs al worden ze daar goed voor betaald. Ingewikkeld om die mensen hier binnen te trekken. Absoluut. Op het punt van de koepelvrijstelling heb ik een verheugende mededeling voor u. Het is zo dat zeg maar in VNG-verband, nou hebben we daar een aantal keren ook de aandacht voor gevraagd. En er is licht aan de horizon. Het lijkt erop, heel voorzichtig, dat zeg maar, het goed gaat. Dat wil zeggen dat die koepelvrijstelling er komt. Niet met terugwerkende krachten is nu het voorstel. Dat is wel erg spijtig. Maar goed, waarschijnlijk al voor het jaar 2016. Overigens, en dat is nou nog even wat uitgezocht moet worden. Er zijn een aantal items die er niet onder vallen. En nou, dat zijn we nu precies aan het bekijken. En ja, in het gesprek met de Belastingdienst houden we dat natuurlijk ook goed de vinger bij de pols. Dank u wel. Dan kunnen we concluderen dat dit onderwerp in de commissie van april terugkomt met meer onderlagen. Dan gaan we over tot onderwerp 6, ontwerp bestemmingsplan buitengebied om een sluis Jönne te Jönne. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Boerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Het plan Jönne, de sluis bij Jönne. Op zich is het natuurlijk een prachtig plan. Het gaat even om inderdaad de diepte van de sluis, zoals hier ook inderdaad in staat. Het is een prachtig masterplan en daarbij ook zinssneden. Het gaat om een half natuurlijke laaglandrivier. En dan gaat het ook om met welke boten of schepen je daar kunt varen inderdaad. Nou, toch wordt die sluis dieper. Waarom? Omdat ook andere, zodat het niet in de weg hoeft te staan voor andere vaarvormen. Nou, dan word ik een beetje zenuwachtig. Dan vraag ik me af welke andere vaarvormen zijn dat dan wel? Want als je dus besluit om het alleen maar op een milieuvriendelijke manier te doen, zoals hier ook een staat, bijvoorbeeld hier staan kanouwen, soms met een stillemotor en dergelijke, heb je ook geen andere diepgang nodig. Dus vanwaar dan wel vormen voor, en vooral alsnog, staat ook nog een keertje in. Dus dan word ik al een beetje angstig dat het over een paar jaar wel een andere vaarvorm is toegestaan. De tweede vraag gaat over de horecavoorziening. Daar heb ik ook al vragen over. Ik zie op dit moment nog totaal niet nut en noodzaak van een permanente horecavoorziening daar. In het hoogseizoen zijn er al een aantal horecavoorzieningen, tijdelijke.
Die worden gerund door lokale ondernemers. Dus waarom de noodzaak en is er onderzoek gedaan naar een permanente horecavoorziening? Dit waren de vragen. Mevrouw Schutselaar. Dank u, voorzitter. Ja, u zult niet verbaasd zijn, men zal niet verbaasd zijn dat ik een andere visie heb dan mijn linkerbuurman ten aanzien van de diepte van de doorgang. Want, wat zegt u? Ten aanzien van de diepte, want wij zouden het heel prima vinden als de diepte niet tot maximaal 0,5 meter zou blijven, maar 1,5 meter zou worden. Die discussie die mag u in de raad voeren. Ja, goed, weet ik. Ten aanzien van die horecavoorziening ben ik even op het verkeerde been gezet, want ik dacht, hoe groot mag dat nu worden? Dan vraag ik even aan de wethouder, klopt het dat de totale horecavoorziening 200 vierkante meter is? En is dat inclusief of exclusief dat bijgebouw? En verder hebben we eigenlijk inhoudelijk over dit punt, over dit agendapunt geen vragen. Dank u wel. De heer Gerdinand Nijhuis. Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst over het stuk. We zien 7 bijlagen in 1 document. Dichter bij de microfoon. 7 bijlagen in 1 document zonder indexering, dat is niet handig. In de bijlagen zoek je een ongeluk in 310 pagina's. Bijvoorbeeld, waar is archeologie? Dat is niet te doen. Uiteindelijk wel gevonden op pagina 225, maar dat zou wat beter kunnen. In de begeleidende brief van het commissievoorstel staat: de sluis krijgt daarbij overigens wel dezelfde diepgang als andere sluizen. Ook verder stroomafwaarts in de vecht, zodat het niet in de weg hoeft te staan voor ook andere vaarvormen. Dit is volledig in strijd met de gemaakte afspraken en uitgangspunten in het kader van de halfnatuurlijke Laaglandrivier, zoals is omschreven in Ruimte voor de Vecht. Wat is hier de bedoeling? Nergens staan afmetingen vermeld en voor welke recreatievoertuigen, vaartuigen, zij bestemd zijn. Bij de presentatie van de sluis en de omgeving in Junne in 2015 werd een sluis gepresenteerd met een diepte van 90 centimeter, passend bij de halfnatuurlijke Laaglandrivier die afwijkend is van andere sluizen. Waarom zijn de afmetingen niet in de bijlagen vermeld en waarom deze wending? Er wordt gesproken over passende bevaarbaarheid, maar de sluis is wel geschikt voor alle type boten. Kortom, erg veel onduidelijkheden, ondanks de vele pagina's die zijn aangeleverd. Wat ons betreft neemt het college het stuk terug en komt met een heldere verslaglegging. Dat leidt tot heldere keuzes binnen het kader Ruimte voor de Vecht. Verder wordt er gesproken over een horecavoorziening. Dat is wellicht goed bedacht, maar is daar ook belangstelling voor? Hoe haalbaar of levensvatbaar is dit? Dank u wel. De heer Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij kunnen ons op hoofdlijn vinden in hetgene wat voor ligt, met uitzondering van het horeca-gedeelte. Want wij hadden graag gezien, en de vraag is daarbij dan, van is het mogelijk om het onderdeel horeca eruit te halen en dat apart aan de gemeenteraad te presenteren. Voorzitter, ik heb hier net een aantal dingen gehoord. Ik moet wel concluderen dat, en dat bevreemd mij ook, in het verleden er heel veel aanvragen geweest zijn voor horeca op die plek. Losse verkoopwagens, maar ook in het huisje waar vroeger de onderdelen van de sluis stonden, om dat om te bouwen tot cafetaria. Dat is altijd afgewezen, dus dat motiveert ons meer om de horeca eruit te halen en apart aan ons aan de gemeenteraad te presenteren. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk als aanvulling op wat mijn buurman van de VOV aangeeft. Is er met een aantal ketenpartners, stakeholders, is er overleg geweest over de positie van de sluis. En is ook overleg geweest met een aantal mensen, ook een aantal instellingen, landgoed Junne en eigenaar van het onderliggende grond, over de horecagelegenheid. Er zit dus verschil tussen. En de vraag van de CDA is dan ook van, wat is het nou de reden dat het concept ontwerpplan gewoon niet ter inzage is gelegd? De heer Wind. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, Ruimte voor de Vecht. Ja, dat project dat loopt inmiddels al een geruime tijd. En nou, dit ontwerpbestemmingsplan is er dan ook eentje in dat kader. Wij hebben er kennis van genomen van dit ontwerpbestemmingsplan. En ten eerste moet het ons ook van het hart dat, ja, dat het toch een behoorlijke bak met informatie is. 350 pagina's. Graag zouden wij dan ook bij zulke stukken een korte beschrijving zien van de plannen. En bijvoorbeeld ook een verwoording hoe dit past binnen het beleid rondom de vecht in het licht van Ruimte voor de Vecht. Wat ons ook verbaast is inderdaad de diepgang van de sluis. De diepgang van de boten wordt beperkt tot 1,5 meter.
Dus waar komt het draagvlak vandaan voor een afwijkende diepgang van de sluis en voor andere vaarvormen, zoals genoemd in het voorstel? Want volgens de ChristenUnie is er een formele besluitvorming geweest in het kader van Ruimte voor de Vecht en daarbij is rekening gehouden met de standpunten van de diverse partners in het project. De halve meter diepgang is daar een uitvloeisel van. Graag horen wij daarom van het college wat zij beoogt met de vecht. Naar onze mening wordt er nu schijnruimte geboden qua diepgang. Tot zover. De LPO. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ook de LPO heeft van dezelfde plannen rondom de stuwjunnen kennis genomen. Ook met dezelfde 350 pagina's en ook nog steeds met een aantal vragen. En dat had misschien anders gekund. Niet dat we op voorhand tegen zijn, want we zien ook wel een versterking van het toeristisch product, maar het roept wel een aantal vragen op. Een aantal dubbelingen zullen erin zitten, maar ik zal het proberen kort te houden. Het plan is bedoeld om ervaring voor kleine schepen mogelijk te maken die weinig diepgang hebben. Toch is ervoor gekozen om de sluis wel de gebruikelijke diepgang te geven, zodat andere, lees grotere schepen er ook door kunnen. Voorzitter, ik heb geen idee waarom de initiatiefnemers dat doen. Dieperliggende schepen kunnen er niet varen en past ook niet binnen de gewenste beeldvorming. Waarom dan toch deze extra diepgang en de daarmee gepaardgaande extra kosten? Vervolgens lees ik in het voorstel dat de plannen zijn voorgelegd aan de diverse stakeholders, zoals Landgoed Junne, Plaatselijk Belang en Natuur en Milieu de Vechtstreek. Zoals geformuleerd staat, zoveel als mogelijk is er rekening gehouden met ieders inbreng. Natuurlijk zal dat niet gelukt zijn voor 100%. Welke inbreng vanuit deze partijen is er niet gehonoreerd? En kunnen we hier tijdens de tervisielegging nog bezwaren op verwachten van de betreffende stakeholders? Volgende punt is het financiële punt. Financieel lijken de plannen haalbaar door inbreng van verschillende partijen. Ten eerste zou ik graag de bevestiging zien dat er van de gemeente geen financiële bijdrage wordt verwacht. Want er wordt gesproken over voldoende dekking, maar nog geen 100% dekking. En wat doen we met het resterende gat wat er nog bestaat blijkbaar? Er worden ook een aantal anterieure afspraken gemaakt met diverse partijen. De LPO is wel benieuwd welke partijen dat zijn. En ook of daar een horecaondernemer bij zit. Want zoals anderen ook al gevraagd hebben, zijn we wel benieuwd hoe dat in elkaar steekt. En tot slot, voorzitter, nog de vraag waarom dit project onder de crisis- en herstelwet valt. In de ogen van de LPO vallen er wel heel veel projecten, zo langzamerhand, onder de crisis- en herstelwet. En we vragen ons af of dat voor dit project wel zo noodzakelijk is, om de gebruikelijke rechtsgang buitenspel te zetten. En in het verlengde hiervan, waarom is men er zo op gebrand om de ladder van duurzame ontwikkeling niet te hoeven doorlopen? Tot zover de bijdrage in de eerste termijn, voorzitter. Het woord is aan wethouder Ter Kust. Voorzitter, dank u wel. Ik heb even de indruk dat hier het vaarbesluit ter discussie staat. Volgens mij is dat niet aan de orde. Het vaarbesluit dat door het waterschap Vecht en Veld genomen is in 2011... staat toe boten met een lengte van 12,5 meter... met een diepgang van maximaal 50 centimeter. Maar dat staat hier niet ter discussie. U gaat er zelfs niet over. Dat is een besluit dat alleen het waterschap, in dit geval de rechtsopvolger van het waterschap, kan nemen. Er is wel een discussie losgebarsten nadat Vecht en Veld dat vaarbesluit, dat verkeersbesluit heeft genomen. Namelijk wel of niet een grotere diepgang. Die discussie woedt nog steeds. De provincie heeft gezegd, zonder dat wij nu al een standpunt daarin innemen, willen wij toch, als in de toekomst een grotere, een diepere bevaarbaarheid mogelijk is, daarop dimensioneren. En alle sluizen in het traject krijgen ongeveer dezelfde dimensie. Ik heb het na laten vragen wat het dan precies zou zijn. En dan moet u denken aan een afmeting van ongeveer 16,5 meter lang, ongeveer 3,5 meter breed en ongeveer 1 meter diep. Dat zijn de maten die de provincie wil handhaven. De provincie betaalt de kosten, ben ik gelijk bij een van de vragen van de heer Remmers. De gemeente draagt daarin financieel niet bij. Dat staat ook als paal boven water. En onderhoud en beheer ligt bij het waterschap. Dan heb ik de diepte van de sluis, de vraag van de heer Moerman, behandeld. Andere vaarvormen heeft alleen maar betrekking op boten, eventueel in de toekomst met een grotere diepgang. Door ongeveer een meter. Daar kan nu nog niemand iets over zeggen hoe dat gaat, zich gaat ontwikkelen. Dat heeft te maken met de meanderingen die worden aangebracht bij resermaten. Wat voor effect dat heeft beneden strooms ten aanzien van zandruggen onder water. En hoe snel die eroderen ten aanzien van de verhoogde doorstroming bij hoogwater. Experts zeggen
dat na een eerste meandering zandbanken zullen ontstaan, maar dat die bij een volgende doorspoeling gewoon weg zullen gaan en dat langjarig waarschijnlijk de Vecht bevaarbaar is tot aan Hardenberg met een diepgang van ongeveer een meter. Pas na het definitief ontwerp zullen een berekening worden gemaakt of dat inderdaad zo is. En pas dan zal in een breed bestuurlijk overleg, waarin Staatsbosbeheer, het beide waterschappen, Natuur- en Milieu Overijssel enzovoort aan tafel zitten, pas dan zal een besluit worden genomen als daar consensus over is en niet eerder. Ten aanzien van de horecavoorziening, meerdere partijen hebben erom gevraagd, die is opgenomen in de masterplan als een van de mogelijkheden. En die is in alle landgoederen hier in onze gemeente, die hebben ooit zelf een masterplan ontwikkeld van hoe krijgen wij economische dragers voor onze landgoederen. Daarin is ook bijvoorbeeld gekeken naar horecagelegenheden. Het is al langere tijd de wens van landgoed Junne om iets met een theehuisachtig iets te gaan doen. Dat past dus zowel in de visie van het masterplan als in de visie van het landgoed. Sterker nog, er hebben zich al voordat het opengesteld is twee kandidaten gesteld voor exploitatie van deze voorziening. En dan is het, mevrouw Schoenstra, een voorziening die 125 vierkante meter aan oppervlakte mag hebben. De horecavoorziening, 75 vierkante meter aan omkleedruimte en opslagruimte en 200 vierkante meter het terras. Daarvoor is een gebied nodig van ruim 1000 vierkante meter, waarvan 775 vierkante meter moet worden gecompenseerd, omdat het in de ecologische hoofdstructuur ligt. Dat wordt elders gevonden in een samengesteld gebied nabij Diffelen. Daar zal 1 hectare voor al soorten van dit projecten worden heringeplant als zijn natuurgebied. Lokaal worden exoten, bijvoorbeeld de Amerikaanse eiken die er staan, die worden gekapt, die worden vervangen door inlandse exemplaren. En het struikgewas wat daar staat, dat wordt versterkt met onder andere eik en els. Meneer Nijhuis, die bijlagen. Het is inderdaad een hele pak werk. Ik ben zo natuur- en milieubewust geweest om die niet te gaan printen. En het is een hele zoektocht om daar doorheen te worstelen. Ik kan u verklappen dat hoe heet dat stuk? Het buitengebied Omme bestemmingsplan. Dat daar een redelijke samenvatting van is. Dus u had zich heel veel zoekmoeite kunnen besparen. Daarin staan heel veel van de antwoorden opgesomd. Maar inderdaad, de dienst heeft zelf ook al begrepen dat dit wel heel erg lastig zoeken is. En beraadt zich op een manier om dit op onderdeelsgewijs en klantvriendelijker de volgende manier samen te stellen. Waarom zijn er geen afmetingen benoemd in dit bestemmingsplan? Een bestemmingsplan geeft een functiewijziging aan. En niet de maten van een bouwwerk. Het geeft bijvoorbeeld wel maximale bouwhoogtes aan, et cetera. Maar niet of iets nou 4 meter of 4,5 meter breed moet zijn, et cetera. Ik liep er zelf ook tegenaan. Ik ben er ook door mijn ambtenaar op gewezen van het gaat om de functie en het gaat niet om de definitieve uitvoering van zo'n bouwwerk. Maar ik heb u net al aangegeven dat die ongeveer 16,5 meter lang, 3,5 meter ongeveer breed zal worden en een meter diep. Ten aanzien van de horeca, meneer De Jonge, heb ik al gezegd, waarom neemt u die hier niet uit? Omdat wij van mening zijn dat die past in het masterplan Ruimte voor de Vecht en dat die past in het plan dat de landgoederen hebben ontwikkeld, het zoeken naar economische dragers en dat landgoed Junne dit al langer op haar verlanglijstje heeft staan. Ten aanzien van de stakeholders, die zijn in 2012, 2013 en 2014 in de werksessies bijeen geweest. En die hebben aangegeven, als je ergens iets wil, als je de toeristen wilt afvangen, als je ze ergens naartoe wilt geleiden, moet je dat op het drukste punt doen. En dat is bij de stuw. Er is al een parkeervoorziening, er is al een infopunt bij de stuw, er zijn al parkeerplaatsen. Doe dat dan daar. Daar zijn alle partijen het over eens. En waarom is het dan niet als concept ter inzage gelegd? Dit is niet uniek. We hebben eerder op deze manier gewerkt. Bij de REG hebben we op deze manier gewerkt. En bij Vechtoevers hebben we op dezelfde manier gewerkt. De stakeholders, als die in grote lijnen met het plan akkoord zijn, dan slaan we die eerste stap over en dan gaan we naar de volgende stap. Kunnen dan stakeholders nog bezwaar maken? Iedereen kan bezwaar maken, mits die belanghebbende is. Dat kan iedereen. Meneer Remmers, welke inbreng is er wel en welke inbreng is er niet gehonoreerd? Ik zou het niet weten.
Kan iedereen bezwaar maken? Iedereen die belanghebbend is, kan bezwaar maken. Dus dat zou ook een van de stakeholders kunnen zijn. Dat zou ook Natuur en Milieu Vechtstomen kunnen zijn. Verwacht dat niet, want ze zijn van begin tot eind zijn ze bij betrokken geweest. Ook zij hebben aangegeven waar de donkere gebieden zijn, daar waar je rust moet garanderen. En daar waar de minder donkere gebieden zijn, daar waar de toerist moet worden afgevangen. Maar als ze dat zouden willen, kunnen ze dat. De anteriore overeenkomsten vraagt u naar. Ik heb geen idee. De crisis- en herstelwet, daar ga ik niet over. Het gehele plan is in, dacht ik, 2011 onder de crisis- en herstelwet gebracht. En dat betekent dat een beroep voor bezwaar en beroep vatbaar besluit door de Raad van State sneller wordt afgewikkeld. Dat is hem. En verder is er niks anders. Proberen we niet onder wet en regelgeving uit te komen. Het is alleen dat de procedure bij de Raad van State sneller verloopt. De duurzame ontwikkelladder, het antwoord moet ik schuldig blijven, weet ik niet. Wie wenst er in tweede termijn het woord? De heer Wint. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk even nog een vraag over het vaarbesluit wat de wethouder noemt. Begrijpen we het nou goed dat het vaarbesluit wat er nu ligt, dat het in wezen een soort voorlopig vaarbesluit is? En dat er over een aantal jaren dus een definitief vaarbesluit genomen wordt afhankelijk van het onderzoek wat er dan gedaan is in de vecht? De heer Nijhuis. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik schrik er wel echt van de beantwoording hier wat we nu weer voor andere afmetingen en maten krijgen. Want we hebben toch steeds over een half natuurlijke laaglandrivier. En dan begint u in één keer over een diepere bevaarbaarheid in de toekomst van 1 meter diep. Dat staat ook helemaal nergens in de stukken, dus ik vraag me af waar dat allemaal nu vandaan komt. Er zijn duidelijk uitgangspunten in ruimte voor de rivier, ruimte voor de Vecht. En daar heeft ook al lang consensus over plaatsgevonden. U heeft het over een functiewijziging. Ja, de rivier is als half natuurlijke laaglandrivier. En welke functiewijziging krijgt hij dan? De hele rivier is aangepast naar een natuurlijke vorm en geeft verzanding en ondiepten. Waardoor er maximaal 50 centimeter diepgang wordt aangegeven. Hoe kunt u dan in de toekomst met boten van 1 meter diep daardoor willen gaan varen? Dank u wel. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, ik ben ook een beetje verbaasd over de beantwoording daar waar het om de horeca gaat. Want als je zegt van economisch gezien is er een wens van Junne al jaar en dag om en dat het bijdraagt aan de economische leefbaarheid voor het landgoed om de horeca te hebben. Ben ik toch wel heel nieuwsgierig waar er vandaan komt. Hè? Want al vanaf 2006 liggen de wensen, zijn er uitgesproken ook hier in de gemeenteraad, om daar een horeca te exporteren. Dat is altijd afgewezen. De core business voor het landgoed Junne is houtbouw. Dus, en dan hoor ik de wethouder zeggen, voorzitter, van ja, alle stakeholders en iedereen die we gesproken hebben, die wil daar graag horeca hebben. Dan de vraag aan de wethouder, hoe ziet u de rol van de gemeenteraad daarin? En het tweede is, ik zou toch maar graag een antwoord willen hebben van wat de mogelijkheden zijn om toch de bestemmingsplan horeca. Ik zeg ook niet dat ik erop tegen ben. Maar de bestemmingsplan horeca eruit te halen en separaat in de bestemmingsplanwijziging aan te geven. Het woord is aan wethouder Te Keurst. Voorzitter, dank u wel. Meneer Wint, ten aanzien van het vaarbesluit. Er is nu een verkeersbesluit van kracht dat voorziet in boten die er mogen varen. Het verkeersbesluit is genomen door waterschap Veld en Vecht in 2011. Boten mogen varen met een diepte van 0,5 meter, een breedte van 2,75 meter en een lengte van 12,5 meter. Punt. Er is een discussie gaande of die boten niet dieper mogen liggen van 1 meter. De enige die daar een besluit over neemt is het waterschap. Vooralsnog geldt de regel zoals die is vastgesteld. Het is net als met een verkeersbesluit voor op de weg. U mag 120 zolang het verkeersbesluit geldt van 120. Als de minister die daartoe bevoegd is een ander verkeersbesluit neemt, is het 130. En we zien het overal in het land. Als het waterschap een verkeersbesluit neemt dat het 1 meter diep mag worden, wordt het 1 meter diep. Zo eenvoudig zit dat. Meneer Nijers, ten aanzien van de functiewijziging, waar het hier om gaat, is dat een deel van het plangebied al een functie kent water. Een ander deel kent de functie agrarische gronden. Daarvoor moet de functie gewijzigd worden als je een sluis wil aanbrengen. Voor een ander gedeelte geldt de functie agrarisch gebied ecologische hoofdstructuur. Daarin is nu voorzien een horecavoorziening en daarvoor moet dus de functie worden aangepast. Richting meneer De Jonge,
Wie bepaalt of daar wel of geen horeca komt, dat bepaalt de raad. De raad stelt het bestemmingsplan vast. Echter, al vanaf 2012 is onder andere het landgoed Junne bezig met het zoeken naar andere economische dragers dan die ze tot voor kort hadden. En ook het landgoed heeft aangegeven graag iets te willen, en dat willen ze al een aantal jaren, met een horeca-achtige voorziening. Bijvoorbeeld een theehuis. Dat past zowel in het masterplan Ruimte voor de Vecht als in de uitgangspunten van het landgoed Junne. Het landgoed heeft, ondanks dat het nog niet is opengesteld, nu al twee gegadigden die de horecavoorziening willen exploiteren. Het landgoed Junne wil daarbij omwonenden betrekken en de lokale horeca-exploitant. Dat wil ze meenemen in de openstelling van de horecavoorziening. En dat is daarop mijn antwoord. Ja, voorzitter, ik vroeg nog wel van wat de belemmering was en de mogelijkheden waren om het separaat, een separate bestemmingsplanwijziging hierover in te dienen. Want ik begrijp al die motivatie van wat mensen willen en wie er allemaal willen en hoe ze het willen. Maar het gaat mij om het bestemmingsplan. Voorzitter, met de stakeholders is een integraal plan, dat ligt hier nu voor, dat is geformuleerd waarin zowel de groenen als de blauwe, als de overige participanten hebben gekozen voordat dit de beste functie is voor horeca. Als u de stukken in het plan, het 40 pagina tellende plan, als u dat erop naleest, zult u dat ook zien dat het zo verwoord is. Waar vang je ze af? Dat doe je bij stuw. En dat doe je met een horecavoorziening. En daar zijn ze het breed over eens. Dan staken we de beraadslagingen en dan ligt de vraag gewoon voor van wie wenst in te stemmen met het starten van de vaststellingsprocedure van het ontwerp bestemmingsplan door het ontwerp van het plan 6 weken ter inzage te leggen. Wie is daarop tegen? De VOV? D66. Ja. Vier fracties. Ja. Fracties of gaat op aantal. Ja, maar dan nog. VVD en CDA, VVD. En ChristenUnie. Nee, dat gaat niet zeggen hebben dat ze. Niet aan gewogen stemgemiddelde, dan zal de bal ligt bij het college. Ja, het is overleg met het college, dus de bal ligt bij het college op dit moment van wel of niet erin is aangelegd. Oké, het college zegt dat het erin is aangelegd wordt gelegd. Ja, voorzitter, ik schrik hier wel van. En vooral op dit moment, want de wethouder heeft aangegeven dat de gemeenteraad het laatste woord heeft in deze. Er wordt hier aan de tafel, hoor ik mensen zeggen, om compromisvoorstel. En de compromisvoorstel zou wat mij betreft zijn de horeca eruit halen. Misschien dat het dan wel draagvlak is. Dus ik schrik er verschrikkelijk van als je in eerste instantie zegt als college van de gemeenteraad heeft het laatste woord. En de vervolgens zegt van als de stemmingen zodanig uitgaan dat erop lijkt dat er geen draagvlak in de gemeenteraad is om het ter inzage te liggen. Dat het college dan zegt van nou ja, dat leggen we allemaal naast ons neer, we gaan ermee verder. Dit is de tweede keer deze week dat ik wel kwijt, voorzitter, dat ik verschrikkelijk schrik en dan druk ik me weer keurig netjes uit van de opstelling van het college. Ja, dat mag u vinden, maar als we kijken naar ons eigen reglement, bij onderwerpen die aan de orde komen onder de noemer overleg met het college, peilt het college het gevoel van de commissie. Als hier geen sprake is van eenstemmigheid, is het aan het college om op basis van de fractiestandpunten te bepalen wat er moet gebeuren met het betreffende stuk. Dit kan zijn of doorgaan of aanpassen en opnieuw laten agenderen of het stuk intrekken. Nou, het college heeft een keuze gemaakt. De raad blijft aanzet, want dit is nog maar het voortraject. Het definitieve bestemmingsplan, dat komt TZT hier in de raad aan de orde en dan mag u daarover oordelen. Ik wou er eigenlijk mee stoppen, meneer De Vries. Staat dit stuk op de agenda als de raad adviseert het college wat te doen? U hebt net gehoord dat er een fractie in deze commissie is die duidelijk zegt van is het mogelijk om die twee voorstellen separaat in te dienen. Ik hoor de wethouder zeggen dat partijen het erover eens zijn dat het een integraal voorstel is, maar ik heb nog steeds geen antwoord gehad op de vraag. Als wij als raad adviseren om er zowel een
voorstel voor sluis als een voorstel voor horeca van te maken, hebben wij dan het recht om dat college dat te vragen? Ja, maar dat is gevraagd door de fractie van de VOV. En daar heeft de wethouder van gezegd dat hij dat niet gaat doen. En de wethouder heeft aangegeven op basis van ons eigen reglement van welke positie het college inneemt. En mijn conclusie is gewoon van, als dit gewoon doorgaat, het komt op enig moment in de raad. En daar kunt u uw oordeel vellen. Mag ik misschien een kleine... Niet eens zozeer inhoudelijke, maar wel een opmerking maken wat de aanpak betreft. Waar wij bij het voorbereiden van dit agendapunt wel tegenop liepen, is gewoon de kop al van dit, niet raadstuk, maar commissiestuk. Waar staat dat de raadscommissie het college gaat adviseren in te stemmen met het starten van... Dan hebben wij daar toch wel 10 minuten over na moeten denken van wat staat hier nu eigenlijk. En als je nu kijkt naar het karakter van het stuk, dan geeft het de commissie alleen maar een advies. En voor het overige is het uit, precies wat u, voorzitter, net aangaf. Dan krijg je ook niet het misverstand wat op dit moment aan het optreden is. U kunt, als het college kan het gevoelen van de commissie peilen en trekt vervolgens zijn eigen spoor klaar. Maar... wat wij misleidend vonden, en dat is mijn inbreng nu, is hoe dit stuk gepresenteerd is en wat gevraagd wordt. De procedure die gaat lopen, en dat komt hier op enig moment terug in de commissie, dan wel in de raad. En, ik sluit hierbij de commissievergadering, want van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. Wij gaan om 9:20 verder met de raadsvergadering.